Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nederland was onvoldoende voorbereid op een pandemie. Minister De Jonge had te weinig te vertellen. Er was te weinig oog voor de verpleeghuizen en het outbreak management team. Het OMT had te veel invloed. Dat kreeg een verantwoordelijke rol in plaats van een adviserende. En voor adviezen van andere experts was beperkt ruimte. Ook omdat OMT-voorzitter Jaap van Dissel overal bij zat. Aan tafel bij vrijwel alle adviesteams. Een paar van de conclusies zijn dat van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vanochtend. Nadat de raad de eerste maanden van de coronacrisis onder de loep nam. Jan Kluitmans is arts-microbioloog en lid van dat OMT. En toevallig of niet, hij komt vandaag ook naar buiten met een boek over zijn eigen ervaringen in het eerste jaar van de pandemie. Virus heet het. En daarin lezen we dat hij het was die als een van de eerste aan de bel trok. De eerste zelfs, dat het virus zich veel sneller verspreidde dan zijn collega's toen dachten. En dat we dus te maken hadden met een veel grotere crisis dan toen werd aangenomen. Hij is tevens de man achter de zelftests. Meneer Kluitmans, goedemorgen. U had veel te veel invloed, zegt Jeroen Dijsselbloem vanochtend. De voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vindt u dat eigenlijk achteraf ook? Ja, zeker. Ik heb dat ook in dat boek verwoord. Dat op een gegeven moment zei Rutte, ik doe wat het OMT zegt. En toen schrokken wij echt wel. Ja, dat is een 1-op-1 doorvertaling van adviezen. Dat is niet de bedoeling. Nee, dus als Dijsselbloem zegt, u zat veel te veel op de stoel van de politiek. Of u bent daar terechtgekomen, dan bent u het met hem eens. Ik vind dat heel duidelijk gescheiden moet blijven. En dat is op een gegeven moment vermengd geraakt. Ja, hij zegt ook de rol van Van Dissel was te groot eigenlijk met zoveel woorden. Ja, alles hangt aan één persoon. Hè. Die communicatie tussen het OMT en het kabinet en terug, dat gaat allemaal via die. Dat is ook in de crisisstructuur vastgelegd. Hè, ja. Dat zijn rol is. Ja. Daar moet je gewoon kritisch naar kijken of dat bij zo'n langdurige crisis wenselijk is. Dus u bent het eigenlijk wel eens met de conclusies van de OVV? Op hoofdlijnen ben ik het er wel mee eens. Ik vind de verpleeghuizen nog wel wat. Daar kan nog wel wat genuanceerder naar gekeken worden, naar mijn mening. Dan gaan we daarover praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Want dat was dat andere punt, namelijk daar vertrok zich een stille ramp. Dat is niet voor het eerst dat werd gezegd, maar nu officieel vastgesteld door die OVV. Daar hadden jullie met z'n allen veel te weinig oog voor, is de kritiek. Nou, ik denk dat daar een stille ramp, dat is geen discussie, dat is waar. De oorzaken van die ramp, die liggen volgens mij echt al veel meer in het verleden. Dat daar gewoon een investeren in infectiepreventie, dat moet je heel lang duur doen. Dat is een cultuur die je op moet bouwen. En daar is in de verpleeghuizen, ja, de afgelopen jaren is dat ook regelmatig ter discussie geweest. Dat vaak onvoldoende was. Inspectie heeft talloze rapporten. En dat vraagt ook nogal wat. En het moest allemaal uit krappe budgetten komen. Dus er zijn wel verklaringen voor. Maar er was onvoldoende voorbereiding op zo'n infectieuze aandoening die zo besmettelijk was. Ja, maar dat gold voor het hele land als je dat OVV-rapport leest. Ja, bijvoorbeeld in de ziekenhuizen waren we daar veel verder mee. Hadden we ook een eigen infrastructuur. Bijvoorbeeld het doen van diagnostiek was in de ziekenhuizen normaal. In verpleeghuizen werd dat heel terughoudend toegepast. Omdat dat allemaal uit datzelfde kleine potje moest komen. Ja. Dus dan ben je eigenlijk niet in de positie om zo'n ongelooflijk lastige besmettelijke ziekte op te vangen. Maar goed, toen die ziekte zich uitbreidde, het virus, toen werd er natuurlijk geschreeuwd om beschermingsmiddelen, mondmaskers en al dat soort dingen. Toen was toch de focus op de ziekenhuizen, die gingen voor. Ja, dat weet ik dus niet precies of dat zo is. Ik had zelf te maken met 3 grote consortia van verpleeghuizen. Daar heb ik toen veel contact mee gehad, omdat we daar ook de advisering deden. Ja. Die hadden niet grote tekorten. Die konden het wel mannen. Maar dat zijn ook wel weer huizen die wel hadden geïnvesteerd in die infectieziektebestrijdingsstructuur. Maar het beeld is toch dat het outbreak management team heel erg op de zorg is gaan letten, op de ziekenhuiszorg. Er werd gestuurd op die IC. Hè? Die had een beperkte capaciteit. En daar is heel veel aandacht naar uitgegaan. Ik denk niet dat het onterecht is dat dat aandacht krijgt. Nee. Maar andere aspecten zijn zeker in die beginfase. Ja, die kregen gewoon weinig aandacht. Ik beschrijf in mijn boek op een gegeven moment ook een vergadering waarbij ik wilde laten zien dat model dat het helemaal mis zou gaan. Mm. Ja.